de wereld. Ik wil eraf naar een andere planeet. Stop, stop de wereld. Ik wil eraf, want de grond wordt hier te heet. Ik wil vluchten een brug, maar ik kom hier echt wel terug. Stop, stop de wereld. Stop, stop de wereld. Stop, stop. Hey, hallo stelletje flippo's. En welkom bij Tekkit single player. Waarom ik dit niet doe vanaf het wereldgenereren systeem, dat is omdat het niet helemaal goed loopt op Tekkit. Als ik dan op 9 druk, dan loopt heel mijn Tekkit vast. Dat is echt. En ik lag momenteel ook, dat komt doordat, omdat het ook tegelijkertijd aan het renderen is. Ik ga ook maar een kwartiertje hier aan werken. Oké. Okay. Come on. Running. Wat kunnen we allemaal doen? Oh. Wauw. Het is wel een mooie wereld. Dit ziet er zeker heel mooi uit. IJzer. Nou, hierop kunnen we heel eventjes vooruit. Kom op, ga maar. Oh, ik zie er ook op de minimap iets. Dus die kant op. Laat ik daar ook eerst maar eventjes gaan kijken. Oh, het staat er overheen. Ja. Heel erg leuk. Come on. Oh, en ook al past. Oh, zo. Ook al was het een paar rubber trees. Oeh. Het ziet er ook mooi uit. Wauw. Hier kunnen we wel iets mee doen. IJzer, kool. Wauw. Oeh. Dan kan ik er niet meer uit. Ga ik toch wel. Die. Nou, laat ik eerst maar eens beginnen met wat dingetjes mee te nemen die met Tekkit en met Minecraft te maken hebben. Oh, nee wacht, die mag aanblijven. Die. Deze. Archivement kent. Benchmarking. Wauw. Deze. Zo. Zo. Oké, call. Nou. Zo. Oh ja, ijzer kan ik gewoon niet meenemen. Wat ik even vergeten. Goed, zodra ik dit allemaal goed heb gedaan, wel. Zo, heel simpel. Achievement get, getting an upgrade. Wauw. Alsof ik dat nog nooit gehad heb, zeg. Alsof ik nog nooit een stenen pickaxe heb gehad. Zucht. Dat vind ik ook zo leuk aan die achievements die aan de gewone achievements in Tekkit. Dat loopt niet helemaal lekker. Zo. Even kijken, hierop. Nog verder, come on. Eindelijk. Zo.
medekorp heb ik eigenlijk denk ik niet eens nodig op dit moment. Later wel uiteraard, maar voor nu... Oh, laat ik wel die workbench van meenemen. Ik heb geen zin om er nog eentje te maken. Rubber trees. Saplings. Oh, wel rubber. Dat is sowieso mooi. Ik gebruik rubber dan wel haast nooit, maar... altijd leuk om te hebben. Zo. Nou, gewoon een sapling. Goed, maar ik heb rubber tree saplings nodig. Zucht. Let me get some saplings. Oh, hier is het volgende. Wauw. Ik kan echt haast helemaal niks vinden. En ik lag. Enorm. Oké, kom op. Is dat een... Nee, is een ander soort sapling. Stomme boom. Even kijken. Water. Deze boom hier valt gewoon. Even kijken, hier hebben we dat andere stukje weer waar ik natuurlijk wel bezig ben geweest. Laten we eerst hier maar eens terug heen gaan. Zo. Auw. Dat was niet zo handig. Oh nee, het zijn er twee. En, double team qua creepers. Oeh. Wow, next pack of death. Auw. Overal waar ik kom, direct een creeper. Wat niveau zit dit eigenlijk? Normal, dat is normaal. Nou. Laat ik even voor het huisje zorgen. Creeper. Oké, huisje. Dat is mijn eerste doel. Heel simpel in het water. Zo, en dan 3, 4, 2. Dan 3 en 4. Zo. Die. Oh shit, begint zelfs een nacht te worden. 1, 2. Tot aan hier. Dan hebben we deze en deze. Zo. Oké, ik ga nog eentje verder door.
Hè? Oké. Okay. Oké, dit loopt gelijk. Dit ook. Oh ja, ik snap het al. Daar is ook nog steeds het tweetje. Nou, ik heb meer hout nodig. Nou, laat ik dan ook maar snel voor zorgen, voordat die spin me ziet. Come on. Hopelijk gaat het nog ergens goed komen. Oké. Als die dan daar neerzet. Ja. Dat is wel een goede locatie. Eerste vloer nog maken. Komt iemand naar beneden? Hartstikke handig. Heel eventjes muten. Oké. Blokje hout verkeerd geplaatst. We gaan niet vervelend doen, stom blokje hout. Hé. Oké, gelukkig. Chickens. Wat heb ik het toen beter voor een bel kunnen zorgen ook net. Goed, maakt het heel veel uit. Oh, dat is een van die kippen. Kipje liet me schrikken. Oké. Zo. Hé. Ga weg. Ga weg, zeg ik. Nee. Rot op. Ga weg, stomme spin. Nee, get up. Ik denk dat ik trouwens ook eens een keertje skyblock moet gaan doen. Ik heb daar nu echt enorm veel zin in. En ik moet mezelf weer heel even muten. Dus tot zo. Yes, oké, okay, death points. Maar goed, de laatste informatie staat in de outro of aan de beschrijving. Tot weer voor deze keer. Tot ziens.